Dit is materiaal dat bestaat al heel erg lang. Dus het is wat verouderd. Maar stap daar even overheen. Bedenk even de concepten waar het om gaat. Wat moet je doen als je DNSSEC wil gaan deployen? Nou, een aantal veranderingen in je architectuur waar je over moet denken. En er zijn een aantal dingen als het gaat om deployment waar je aan moet denken. Maar daar gaan we even overheen. De architectuur. Nou, dit plaatje hebben jullie al eens een keer gezien. Hè? Dat is een registry. Dat kan ook een doos zijn. Het kan ook zo'n IPM-doos zijn van een of andere vendor. Registraars en registrants, dat is het verhaal van de voor top-level domains. Maar dat kan ook een interne klant zijn of een externe klant. En op een gegeven moment publiceer je dingen op de DNS. Nou, wat is de core business van zo'n registry? Bijhouden wie authoritative is voor een bepaalde zone. Je weet dat Coca-Cola.com door de Coca-Cola Corporations wordt gedraaid. De Coca-Cola Corporations heeft een aantal nameservers waar zij hun gegevens op zetten. En ze zeggen tegen de parent, tegen de registry. Hier zijn technische parameters, namelijk de IP-adressen en de namen van onze servers. Configureer die voor ons. De registry en het child, die hebben dus een zakenrelatie. Dat kan eventueel via een registrar gaan, daar kan een omweg in zitten. Maar die hebben een zakenrelatie met elkaar. En de klant geeft een stuk technische informatie aan die registry. En die registry publiceert dat deels in de DNS. En die technische parameters, dat is de NS-records, de namen van de nameservers en de adressen in IPv4 en of IPv6. De mensen vertrouwen de DNS omdat dat proces van het aannemen van data en het controleren dat de data van voor Coca-Cola.com ook echt daadwerkelijk van de Coca-Cola Corporation afkomstig is, omdat dat goed gebeurt. De registries en de registrars doen daar een hele redelijke job op. Nou, daar hebben we het al over gehad de laatste dagen. Als je nu DNSSEC introduceert, dan gebeuren er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Als je een parent bent, dan moet je je DNSSEC provisioning aware maken. Ja? We hadden het net al even over EPP. Registrars praten tegen registries voor TLD's. En die gebruiken daar een protocol voor, dat heet EPP. Extendable Provisional Protocol, Provisioning Protocol. Nou, dat is extendable, dat is voor een reden, want een van de extensies die er is op EPP is DNSSEC. En TLD's die DNSSEC deployen, zullen ook heel vaak dat soort protocollen invoeren. Ja. Weet je iets over de registrars hier in het domein, hoe zij daar tegenover staan? Hou die gedachte vast en vraag het aan Fred. Dat is de autoritatieve bron. Ik kan je alleen zeggen dat hij je geen namen gaat geven van registrars die het gaan ondersteunen. Misschien wel iets heel onveilig. Dat is niet fijn. Nog. Maar wie weet gaat dat veranderen. Is er gewoon een incentive? Vraag het aan Fred. Fred is, weet hier. Die heeft de eerstehands data. Voor mij krijg je tweedehands, ik kan me vergissen. Hoe dan ook, wat moet je nog meer veranderen hè, als je een registrar bent? Natuurlijk moeten die registrars ook iets veranderen als ze tegen de registrants praten, tegen hun klanten. Ik denk hard na of ik ergens een slide heb. Nou goed, wat nog meer? Je moet zo'n signy invoeren over je data. En je moet ervoor zorgen dat alle nameservers die je gebruikt, dat die DNSSEC aware zijn. Als je dat niet doet, wat gebeurt er dan? Als er een van de servers niet DNSSEC aware is, dan gaat het dus goed mis.
Want dan is er een caching resolver die validation probeert te doen. Die heeft een DS-record, dus die denkt, oh, die child zone, die is getekend. Ik heb een chain of trust. En af en toe vraagt hij het aan een aware server die netjes signatures teruggeeft. En af en toe vraagt hij het aan een unaware server. En die weet helemaal niet waar die signatures voor zijn, dat hij erbij moet zoeken. En dat de NSEC records nodig zijn voor authenticated denial of existence. Dus zorg ervoor dat al je name servers goed begrijpen wat voor versie van DNSSEC je spreekt. Gebruik je NSEC 3, dan moeten ze ook allemaal NSEC 3 begrijpen. Dat is erg belangrijk. Dus dat is een van de deployment tasks waar je voor staat. Je kunt niet één server neerzetten die DNSSEC doet en de andere vergeet en dan zeggen ik ga mijn zones signen. Dat gaat gegarandeerd mis. Key maintenance, policies en tools. Nou, hier hebben we het eigenlijk over gehad. Zone signing, integration in de provisioning chain. Dat is het open DNSSEC verhaal. DNS server infrastructuur. Daar moet je ervoor zorgen dat werkt. En de secure delegation registry exchanges. Je moet interfacen met je klanten. Je klanten moeten, als je klanten hebt, children, DNS klanten, children. En je doet provisioning, dan moeten die op een of andere manier naast name server records ook DS records aan je geven. Nou, key maintenance, daar hebben we het over gehad. Hè. Daar gaan we even overheen. Jaren geleden hebben we dat op RIPE NCC gedaan. Toen hadden we geen open DNSSEC. De ervaringen die we daar hebben opgedaan, ja, liggen aan de basis van DNSSEC. Systemen die je gebruikt, die moeten key rollovers begrijpen. Dat is gewoon heel belangrijk. Dus als je ooit een systeem koopt wat DNSSEC integreert en zegt key management te doen, zorg er dan voor dat je overtuigd bent dat soort systemen ook netjes key rollovers doen en in acht nemen. Nou, hoe we dat destijds gedaan hebben, is min of meer op dezelfde manier als OpenDNSSEC met een bump in the wire. En ik ga dat niet helemaal uitschrijven, maar wat wel een heel belangrijk aspect is dat als je zo'n systeem opzet en je zegt van we gaan private keys introduceren en zone signing doen, dan introduceer je iets in je systeem waar iemand om moet gaan letten. Het was zo dat de DNS fire and forget was. Je configureerde je www, je liep weg en dat adres dat hoefde nooit meer veranderd te worden. Dus je raakte de DNS 2 jaar lang niet aan. En nu moet je iemand hebben die opnieuw signed, die sleutels bijhoudt en dat soort dingen. En dat is, ja, dat is echt werk. En als dat vergeten wordt, dan heb je een probleem. Dus je moet een rol introduceren van iemand die dat bijhoudt. Nou, ik noem dat dan even de keymaster. En dat is gekscherend, is dat een hele wijze wizard die alle religieuze kunstjes van het key management in zijn vingers heeft. Maar heel serieus, je wil dat in iemands job description staat. Zodat als iemand van baan verandert, dat je weet, oh, in zijn job description stond key management van de DNS en zorgen dat de boel gesigned werd. Ik moet er wel voor zorgen dat daar iemand anders dat klusje krijgt. Dus dat moet je, als jij zelf DNSSEC opzet in je organisatie, moet je tegen je manager zeggen, ik neem nu deze verantwoordelijkheid, schrijf dat op in mijn job description of maak een notitie dat als je mij ooit vervangt, dat je ervoor zorgt dat deze functie wordt ingevuld. Als je dat vergeet en je vindt een andere baan, ja, dan heeft je baas dus een probleem, want die sleutels worden op een gegeven moment niet meer getekend. Of niemand weet meer hoe je OpenDNSSEC configureert als er een nieuwe sleutel in komt. Nou, hier, dit was de implementatie. Dit was allemaal gebaseerd op de DNSSEC KeyGen en DNSSEC SignZone en daar allerlei Perl scripts omheen. Daar is de reverse zone een jaar of 5 mee getekend geweest. En ik weet dat er nog altijd mensen zijn die dit beginstuk gebruiken.
Nou, OpenDNSSEC, dat is waar we nu staan. Ja, dit heb ik net allemaal verteld. Dus key management. En denk erom dat je iemand verantwoordelijkheid geeft. Dat is eigenlijk de output die we hieruit hebben. Nou, die DNSSEC serverinfrastructuur. Protocol awareness, dat is heel belangrijk. Toen wij, en dit is het stukje oude, dit is echt het oude stukje materiaal, maar de lessen hiervan zijn nog steeds relevant. Dus ik ga het lekker herhalen. Dit is echt een jaar of 10 oud. Toen we, en we zijn RijpNCC op het moment dat dit uitgerold werd. RijpNCC was op dat moment verantwoordelijk voor een aantal reverse zones. Dus 192.net.arpa, 193.net, dat soort zones. En daar zit dus ook structuur onder. En daar komt best veel verkeer langs. Want elke keer als er een reverse lookup wordt gedaan, dan kom je daar wel een keer langs. En RijpNCC draait krootserver.net. Een van de root servers. En als je DNSSEC aanzet, ja, wat gebeurt er dan met die root servers? Root servers zijn zo ingesteld dat ze behoorlijk overprovisioned zijn. Ze moeten in ieder geval 5 keer, als ik me niet vergis, 5 keer de gangbare load aankunnen. Dat is om DOS-attacks te kunnen absorberen. God, over DOS-attacks gesproken. Hebben jullie dat mailtje van Anonymous al gezien? Ja. Ja, dat is... dat ze de woensdag 31 maart. 31 maart? Het baart zorgen. Anonymous heeft een communiqué... Ah ja, je weet nooit of het Anonymous is. Iemand die zegt dat hij met Anonymous is geaffilieerd. Ze zeggen van... Je moet de root servers maar gaan denial of servicen. Dat is een... Hè? De meningen lopen uiteen. Ja, het is. Maar goed, de root servers die zijn overprovisioned. Speciaal voor dat soort redenen. Hè. Denial of service attacks, misconfiguratie. Met Anycast worden dat soort dingen redelijk binnen de klauwen gehouden. Maar even goed, als je DNSSEC gaat doen en je bent verantwoordelijk voor een root server. Of elke andere zone. Hè. Als je verantwoordelijk bent voor een zone, wil je ervoor zorgen dat op het moment dat je die schakelaar overhaalt. Dat de vonken er niet vanaf vliegen. Dat je servers lood aan kunnen. Dat de hoeveelheid data in het memory past. Dat, al dat soort dingen, dat wil je controleren. Nou, wat we gedaan hebben bij RIPE is een aantal metingen en simulaties. En wat je daarvan kan leren, dat is eigenlijk vrij algemeen. De vraag die we stelden is, wat is de impact op memory, CPU en bandwidth resources? Want dat zijn de dingen waar je rekening mee moet houden als je een server draait. Kan de doos het aan, CPU en memory, en kan mijn netwerk het aan? En dat is nog even los van firewalls met ADNS en dat soort narigheid. Moet je ook getest hebben, maar dit is echt de hardware. Nou, dat was een... Ja? Typische root server 100.000 queries per seconde. Typische queries 95% crap. NX domain. Lekken van geef mij frits.box. Hè? Dat soort dingen. .box bestaat niet als top-level domein. Dus je krijgt iets terug. .lan, .local, dat soort dingen, dat lekt. Ze hebben de statistieken online. Hè? Ja, statistieken staan online. Noem eens een nummer. Hier staat februari om 7 uur 's ochtends waren er 15.000 queries per seconde. 15.000 queries per seconde op één van de K-rootserver, één van de K-rootserver instances, toch? Nee, dat zijn ze allemaal. Oké. Okay. Op de Amsix die had 2000 queries per seconde. 2000 queries per seconde.
NSD op een quad-core machine kan 400.000 queries per seconde aan. Maar goed. Even goed. Dit is het Distal Test Lab. Dit was een samenwerking tussen Rijpen CC en NL Labs. Zo heb ik de jongens bij NL Labs goed leren kennen. Het begin van een carrière switch, zullen we zeggen. Maar hoe dan ook, dit is je zet een lab op. Dit is de tijd van Athlon, 2 gigahertz Athlon met heel veel geheugen destijds. Maar je zet zo'n lab op en je gaat draaien, 133 zones, een route zone, en je gaat meten. Je zet een key signing key op, zone signing keys, 2 stuks, hè, want je hebt altijd die constante rollover. En je kijkt wat het effect is van de verschillende key sizes, van 512 naar 2048. Gewoon om een gevoel te krijgen van wat zijn nou de parameters die een rol spelen. Nou, eerst kijken naar memory. En dat kun je meten. Je laat een verschillend hoeveelheid nummer van resource records, dus van 0 tot en met iets van 100.000. En je kijkt wat het verschil is tussen de key size en je memory gebruik. Nou, je ziet het is een lineaire relatie, die kun je fitten en dan kun je een parameter uithalen. Dus je kunt van tevoren kun je uitrekenen hoeveel geheugen je nodig hebt als je zone gaat signen. Er is een tooltje op de NLNet Labs website. Als je NSD draait, dan is er ergens een webvormpje. Daar vul je getalletjes in. Hoe groot is mijn key? Hoeveel name server hoeveel NS records heb ik? Hoeveel endnote records heb ik? En hoe groot zijn mijn signatures? En dan krijg je een getal terug van de hoeveelheid memory die je in je doos nodig hebt. En het verschil is groot, hè? Want zonder DNSSEC zagen we dat die zonefile zelf 4 keer kleiner was. Dus het verschil met DNSSEC is in ieder geval een impact van 4 keer geheugen. Dat moet allemaal geladen worden. Maar goed, dat kun je dus berekenen. Als je kijkt naar FreeBSD destijds, dat is 6.0, we zitten nu op 9... zie je dat memory management iets anders gedaan heeft. Dat geeft de manier waarop de mallocs, de allocaties, de memory allocaties werken. Factor 4. Nou ja, goed. Voor de route was dit natuurlijk geen probleem. De totale footprint van de route, inclusief proces, was 150 kb. De increase was 150 kb op de totale footprint, inclusief proces, naar 4,4 MB. Nou ja. Ja, niet echt belangrijk. Voor grote zones zoals .com is dit wel een grote impact. Zeker destijds, toen waren die zones wat kleiner. En was het verschil tussen 32 en 64 bits architecturen. Ja, dus dat zijn de overwegingen die je op dat moment moet maken. En het kan zijn dat het verschil is tussen de mogelijkheid om nog een commodity machine te kopen met 32 gig geheugen. Of een server waar je 256 gig in kan plempen, die 6 keer zo duur is. Hey, ik noem maar wat. Dat zijn overwegingen die je moet maken en dat kun je van tevoren zien. Een ander effect waar we bang voor waren. Ik had al uitgelegd dat als je DNSSEC doet, dan wordt er gevraagd om DNSSEC door dat do-bitje, dat EDNS-bitje. Nou is DNSSEC al heel erg lang in gebruik. En dat do-bitje dat zit er al meer dan 10 jaar in de code. En alle versies van Bind sinds het begin 2000, die zetten dat do-bitje. Die vragen gewoon automatisch DNSSEC informatie. Dat betekent dat zodra je DNSSEC gaat serveren, heb je een stepfunctie in je netwerkgebruik. Want nu ga je ineens al die bitjes die do aan hebben staan, die ga je antwoord geven. Kan je netwerk, hoe groot is die step? Dat was eigenlijk de vraag. Dus wat we toen hebben gedaan is een packet trace genomen. En gewoon gekeken wat staat daarin. Hoeveel do-bitjes staan er. En dit is oude data hoor. Die pies die zijn een stuk groter. Maar wat we zagen dat destijds tegen de route aan
zagen we ongeveer een zesde van de queries die zeiden van geef mij maar DNSSEC informatie. En voor de queries die uitkwamen voor de NSPRI, dat zijn dus de reverse zones en zo, zagen we een veel groter deel, een derde. Nou, de reden daarvoor is, de hypothese, is dat die root server die krijgt van de hele space krijgt die vragen. De reverse tree, dat is een typische infrastructure zone. Servers die zeggen ik wil een matching reverse address als ik een inkomende query krijg. Mail exchanges die dingen controleren. Typische Unix environments waar de reverse tree wordt gebruikt. Dus wat je daar ziet is een veel grotere bindpopulatie die dat ENS-bitje zet. Nou, dat zie je eigenlijk ook een klein beetje terug in de verdeling van de sizes die geadverteerd worden. Het was typisch dat ENS, daar zit ook zo'n size-optie. Hè? Hoeveel UDP kun je fragmenteren? Fragmentatie kun je defragmenteren. En wat je dan ziet voor K-root, voor alle EDNS samen, dus met EDNS met en zonder do, zag je een hele grote punt, 1280. En dat is typisch in een Windows NT setting. En die zie je hier helemaal niet terug. Maar een heel dun puntje. Op die manier kon dat die hypothese een beetje bevestigen. Hoe dan ook, in ieder geval 1/6 van de pakketten meer bandbreedte. Nou, wat is dan het effect? Dat zijn we gaan bekijken. Maar we hebben ook gekeken van wat is nou het effect als er op je CPU loopt. Nou, dat hebben we een beetje gesimuleerd. Afhankelijk van de key sizes. En we vonden dat voor bind, als je alle queries met een grote sleutel liet beantwoorden, dan ging de CPU van 38% load naar 50% load. Dat is best een impact. Aan de andere kant, voor NSD, die dezelfde zone surft, dan ging die van 4 naar 5. En dus het maakt niet zoveel uit. Wat we daarna wel geleerd hebben, is dat als je op de helft van je CPU gebruik zit, zeker bij bind, dat er niet-lineaire effecten gaan plaatsvinden. Dus als je dan er iets bij zet, dan heb je kans dat je heel snel uit je voegen scheurt. Dus het is wel belangrijk om als je heel serieus een nameserving doet, om te zorgen dat die CPU behoorlijk onder de 50% blijft. Anders is het allemaal naar. Bandbreedte effect hebben we ook bekeken. Kijk, en dat was wel redelijk significant. Hè? Dit is de normale bandbreedte. En dit is de bandbreedte met die variërende key sizes. En dat is toch wel een sprong van een factor 2. Dat is voor NSPRI, hè, dus de zone die best wel veel do-bitjes had gezet. Maar voor K-root was het verschil heel klein. Nou was het, destijds was het zo. En gebaseerd op deze metingen is dat ook veranderd, dat bind in de additional section de DNS key error set meegaf. Met het idee, als je DNSSEC data nodig hebt en je krijgt een signature, dan heb je ook een public key nodig om dat ding te kunnen valideren. Laat ik maar direct meegeven. Terwijl op dat moment niemand een validatie mee deed. We hadden bij NSD een andere keuze gemaakt. We gaven alleen de signatures mee en als je de key nodig hebt, dan ga je die maar vragen. Vandaar een heel erg groot verschil in de bandbreedte. Dit is dan voor K-root een ietsje andere meting. Maar nu doen alle implementaties dat. Het is ook een mooie manier om DNSSEC deployment te meten. Want entities die validatie willen gaan doen, die vragen om de key. Dus als je gaat tellen hoe vaak de key gevraagd wordt, dan heb je een meting van hoe de deployment van DNSSEC groeit. Nou, we hebben ook gekeken. Stel je nou voor dat je alle queries moet beantwoorden over met DNSSEC. Alles. Nou, het was heel eenvoudig even in de code een wijziging aanbrengen, zodat alle antwoorden met DNSSEC beantwoord werden.
En dan zie je een bandbreedte weer ruime factor 2. Nou, dat is prima. Dat is allemaal in de provisioning parameters. Maar dit is iets waar je dus rekening mee moet houden als je zelf dingen gaat deployen. Factor 2 in je bandbreedte. Je moet even letten op je CPU. En je memory is belangrijk, maar kun je echt van tevoren voorspellen wat effecten zijn? Want je weet hoe groot je zones zijn. Bob, je hebt een vraag. Ja, het is een beetje een raar gedachte. Misschien maar, kunnen jullie ook eens kijken naar wat het betekent voor die verandering in poortgedrag? Van port, sorry, ik snap nog meer in port, maar van UDP naar TCP? Ja, de vraag is er gekeken naar de verandering van UDP naar TCP gedrag? Wat dat voor impact heeft? Impact van TCP is vrij hoog. Nou, als je TCP moet gaan doen, is de impact vrij hoog. Dus je state bijhouden op een hoge load server, dat is vrij ernstig. En daar is onderzoek naar gedaan, maar ik heb de resultaten daarvan niet paraat. Ja, nee, dat begrijp ik. Nee, wij hebben dat onderzoek destijds niet gedaan, omdat we niet weten wat servers zouden doen. Hè. De pakketgrootte 1280 is allemaal nog acceptabel, zou ik maar zeggen. Er zijn wel metingen over gedaan, maar die heb ik niet paraat. Ik weet daar ook niet zo de uitkomsten van. Ik weet wel dat ik dat heb zien presenteren en weggelopen ben met... Ah, geen reden tot zorg. Maar dat is het enige wat ik me nog kan herinneren van die presentaties. Ik weet de details niet meer. Het blijft een beetje theoretisch. Nee, het blijft niet theoretisch, want de route is gesigned. En top-level domains als .se zijn gesigned. Dus in de praktijk kun je gewoon zien wat er gebeurt. Dus er zijn dat soort presentaties heb ik gezien. Ik weet niet van mensen die... in het lab wat wij gebruikten, het Distal Lab, was het onmogelijk om TCP te doen vanwege de setup. We hebben een sender en we hebben een null route richting een machine die alles weer pakt. En we gebruikten query dumps waarin we de adressen niet veranderden. Zodat de inkomende queries richting die server... helemaal hetzelfde waren als dat je ze op het internet vindt. En dan wil je niet dat de antwoorden die de server genereert... weer terug het internet naar de originele vragen gaan. Dus dan moet je nul routen en narigheid. Nou, je had de vraag al, hè? Can you do with TCP? Een andere vraag is NSEC3 hashes. Als er een NSEC3-vraag wordt gesteld, dan moet je om te kunnen bepalen welke NSEC3-span je terugstuurt. En als je geen hit hebt, hè, als je no such domain antwoord teruggeeft. Dan moet je dat inkomende antwoord moet je een aantal keren hashen. Iteratieparameter staat daarvoor, er staat een salt voor. Hè. Je moet die hash een aantal keren uitvoeren. Dat is computational resource en dat is behoorlijk veel meer overhead dan in een red-black tree of een ander type geheugenstructuur even een antwoord opzoeken. Je moet echt werk doen namelijk. Je moet gaan rekenen. Nou, wat is daar de impact van? Het voert een beetje ver door om te zeggen van dat ga ik hier repliceren, maar dat hebben we opgeschreven. En op de www.dnssecschool.org hebben we een referentie naar dat artikel waarin we dat meten. Het is overigens zo dat hier ook een heel klein beetje een denial of service factor zit in dat NSEC verhaal. Als ik als authoritative name server zeg, ik ga mijn iteraties heel erg omhoog schroeven, dan moet een recursive name server
die de validatie doet van die NSEC3's, die moet ook al die iteraties volgen. Dus op dat moment is het niet alleen de recursive, de name server, de authoritative name server die meer resources moet gebruiken. Hij moet namelijk meer hashen en hij moet dan heel veel dingen doen. Hij drukt ook een stukje lood naar een partij die daar niet om heeft gevraagd. Namelijk de recursive name server. Dat is een bekend risico. Of dat significant exploitable is, is de vraag. Moet ik even heel diep nadenken. Ik geloof het wel, ja. Er is nog een record waar we het niet over hebben gehad. Dat is de NSEC3 Parum record. De NSEC3 Parum record is niet zozeer een record wat voor publieke consumptie is. Maar daar staan wat parameters die de authoritative name servers nodig hebben om te weten dat ze NSEC3 moeten gaan serveren. Dus dat is een stukje administratiecommunicatie voor alle servers in de cloud. Dat ze dezelfde hoeveelheid iteraties gebruiken, dezelfde parameters en dezelfde slot en dat soort dingen. De NSEC3, ja, NSEC is... Is de param is die ook gesigned? Ik geloof het wel. Maar dat is niet zo heel erg relevant. Want de param informatie, de parameter informatie, is alleen relevant voor de authoritative name servers. Ik zeg dit met grote stelligheid. Maar moet je eerlijk zeggen dat ik... dat er enige twijfel is in mijn brein terwijl ik het zeg. Maar ga er even vanuit dat het alleen relevant is voor de authoritative name servers. Authoritative name servers doen geen validatie. Maar we hebben altijd nog TSIG. We gaan ervan uit dat het de paden tussen de authoritative name servers dat die vertrouwd zijn. Dat doe je met TSIG. Dat moet... Kun je door pakketten te spoeven dingen doen die je niet wil? Die param is je grootste zorg. Nee, de param is staat tussen je verschillende name servers. Ja, de authoritative name servers. Dat zijn bilaterale relaties. Dat zijn je zakenrelaties die dat ding draaien. En daar heb je SLA's mee en een vertrouwde band. Die zich netjes geconfigureerd en zo. Dus daar zit het probleem. Nee, de manipulatie zit hem hierin dat je die iteraties omhoog kan schroeven. Terwijl een ver afgelegen validator zegt van ja, maar dat wil ik eigenlijk niet. Kijk, als dat echt een probleem wordt, dan zou je kunnen overwegen in een validating name server te zeggen. Nou, als iemand dat doet, dan volgen we dat niet. Dan heb je pech gehad, dan resolve je maar niet. Dat is een keuze aan de validating kant. Maar vooralsnog is dit een academische exercitie. Vergeet niet je monitoring. Als je DNSSEC implementeert, vergeet niet je monitoring. Je doet iets nieuws, zorg ervoor dat je servers opblijven, maar zorg er ook voor dat je data... je signatures netjes opgepikt wordt. Er is een Nagios plugin. Die je kunt gebruiken. Die is nog wel voor verbetering vatbaar, maar zo is het. En er zullen wel meer tools komen in dit opzicht. Bij RijpNCC, dit is een beetje vaporware, maar vaporware die al redelijk ver is, werken we aan DNS-sexy. Dat is een DNS... proxy,
extensie. Waarbij het idee is dat je die in je netwerk zet. Het is een NSD-implementatie die allerlei validatie doet. En het idee is dat je op je nameserver, op je master nameserver, zet je nieuwe zone. Je gooit een trigger naar DNS-sectie en die zegt van, nou, ik ga eens even goed kijken of die zone nog goed in elkaar zit. Doet een aantal rudimentaire checks over zone sizes, over of de chain of trusts werken, weet ik veel wat. Een aantal checks die we op dit moment geïmplementeerd hebben. En als dat allemaal in orde is, dan stuurt hij een notify naar alle slavezones en zegt van, jullie kunnen de zone die daar klaar staat, die kunnen jullie nu ophalen. Daarmee hopelijk voorkomend dat er fouten optreden zoals de Duitse fout waarbij de halve zone verloren ging. Tijdens een signing proces. Of vergeten dat de verkeerde key, weet ik veel wat. Nou, dat soort monitoring en checking tools, die zul je moeten implementeren. Nou ja, secure delegaties, dat is voor jullie niet zo heel erg belangrijk, maar daar moet je over nadenken. Ja. De child spreekt met de parent en geeft een handvol data over. Dat was een NS met een paar A-records. Dat is nu een NS met een paar A-records, een DS-record of een key. Moet je over nadenken. Gebruik de interfaces waar je klanten aan gewend zijn. Probeer wat te checken bij je klanten als je dat doet. En geef je klanten handvatten. Als je een registrar bent en je geeft DNSSEC, denk hier dan aan. Hier kun je mee onderscheiden. Dit is waar registrars het verschil kunnen maken als ze iets doen. Nou, dit is meer een vraag naar registries en registrars. Is er een verandering aan je core business? Nee, dat is er niet. Je nam een stukje data aan van de Coca-Cola Corporation, dat doe je nog steeds. En je moet nog steeds zorgen dat je dat ook echt van de Coca-Cola Corporation krijgt. Nou, tenslotte, als je een recursive nameserver gaat implementeren, dat is de andere kant van het verhaal. Ja, daar gelden eigenlijk dezelfde dingen. Wat zijn de CPU-resources die je gaat gebruiken? Wat is de hoeveelheid bandbreedte increase? Dat soort zaken. En hoe doe je trust anchor maintenance? Het mooie is dat de hoeveelheid crypto die je voor je kiezen krijgt, dus de hoeveelheid CPU die je moet gebruiken, is relatief laag. Er zijn nog maar heel weinig gesigned records. Dus de stapfunctie, als je op dit moment instapt, is heel klein. De CPU hoef je niet zoveel zorgen om te maken. Dat is mooi. Wat gebeurt er op de langere toekomst? Dat is dan weer de vraag. Hebben we een plaatje voor gemaakt? Alweer op een Athlon, deze keer een 2,4 gigahertz systeem. De meting is van... Ja, dat moeten we nog eens over hebben intern. Dat elke keer als er een plaatje wordt gemaakt, moet er een datum op staan. Nou ja, dat is een ander verhaal. Wat we hier op de horizontale as hebben, is de hoeveelheid DNSSEC deployment. Van 0 tot 100%. Hè. Krijg je 0 records binnen of krijg je 100% van je records met signatures binnen. En wat is dan de impact op de CPU? Gemeten in het aantal succesvolle queries dat je kunt afronden. Nou, zonder DNSSEC zie je hier het verschil tussen bind 1.1.1 en 950. Dus dit zijn metingen van een tijdje geleden. NSD doet 5000 queries per seconde, bind iets meer dan de helft daarvan. En op het moment dat je meer gaat signen, moet je meer CPU gebruiken en gaat de hoeveelheid queries die je kunt serven voor hetzelfde geld redelijk naar beneden. Natuurlijk hoop je dat deze gradiënt minder hard daalt in de toekomst, zeg maar, door Moore's Law en door de hoeveelheid DNSSEC deployment die plaatsvindt, zodat je rustig dat kunt volgen.
Als het gaat om de hoeveelheid bandbreedte, dat is natuurlijk ook afhankelijk van DNSSEC, de hoeveelheid DNSSEC die plaatsvindt. De outgoing bandbreedte verandert niet veel. Je vraagt gewoon de hele tijd DNS-pakketten met een question. En daar zit weinig informatie op. Maar wat er binnenkomt, dat is natuurlijk steeds meer afhankelijk van de hoeveelheid. De hoeveelheid signatures in het wild. De verschillen die hierin zitten, die zijn te wijten aan de manier waarop je lookups doet. En ik zal je eerlijk zeggen, ik weet niet precies. Ik weet niet precies te verklaren zo hoe dat komt. Nou, dat is het zo ongeveer. Denk na over de hoeveelheid CPU. Je hebt gezien, ik doe een heleboel handwaving. Dus dat valt allemaal wel mee. Maar neem het wel serieus. Memory is denk ik het allerbelangrijkste voor authoritative serving. Key management is het belangrijkste als je iets inzet. Zowel aan de authoritative kant als de recursive name server kant. En als je nu DNSSEC gaat deployen, dan hoef je voor een recursor niet bang te zijn voor je CPU en je bandbreedte. Maar je wil misschien wel even eerder kijken naar hoe het staat met CPU gebruik dan dat je een oude machine hebt, zonder DNSSEC. Goed, dat maakt het 12:30. En dat betekent dat onze lunch klaar staat. Fred die komt rond 1:00. Dus laten we proberen hier een half uurtje voldoende om te eten. Zullen we even kijken? Kom je gewoon terug als het klaar is. En dan kijken we 1:15.